Nou, het is geen landelijk blad, hè, dus ik hoef niet te concurreren met de bladen die je in de schappen ziet. Ik maak een blad waar de bewoner of de bezoeker van een regio veel in herkent. Dus het, we moeten ons best doen om een platform te creëren waarbij mensen zeggen van, hé, dit is mijn blad. Maar ik heb nooit het idee gehad dat ik daar 500 of 600 exemplaren los van zou gaan verkopen. Dus dat moet niet je ambitie zijn. Je moet het commercieel vullen. 70% is commercieel. Ook in verborgen advertorials, hè, dus betaalde redactie. En 30% is pure redactie. Hè. Interviews met professoren of met fotografen of met kunstenaars. Nou, en die mix, dat is de truc om een blad te maken wat geloofwaardig genoeg is. Maar je moet het niet willen verkopen. Ik moet het met advertentieinkomsten moet ik het. En dat geldt voor elke glossy die in Nederland lokaal wordt uitgegeven. Er staat een bedrag op. Ja, maar deze is nu leven 5 jaar. Jubileumjaar, ja. Dan denk ik, heb je ooit getwijfeld aan de levensvatbaarheid van je concept? Ja, de eerste 3 jaar heb ik al. Ja? Maar het is toch zo dat wat je nu merkt, dat er heel veel bladen verdwijnen, juist omdat de adverteerders het af laten weten. Maar daar heb jij dus geen last van. Nou, veel, dat klopt. Maar ook veel bladen laten het, die redden het niet, omdat er te weinig verkocht worden. Mm-hmm. En er is... Ja, bladen als de Viva en de Nieuwe Revue, die liggen allemaal enorm. Ja, die zijn bladen ook over, die al heel lang bestaan. Dat klopt, maar die zijn ook over, dat noemen ze dan een soort product lifecycle, dat weet jij beter. Die zijn over hun top heen en dan komen er weer de Grazia's en andere bladen op klein formaat. En die gaan het dan winnen. Worden goedkoper gedrukt, heel veel in Polen voor 50% van de prijs. Dus iedereen is aan het kijken hoe scherp je kunt inkopen. Wij ook. We moeten met hele kleine teams, hè. We gaan dadelijk in Utrecht beginnen, heb je een heel klein kernteam. Vormgeving redactie, in Den Haag ook en in Leiden ook. Ik ben voortdurend aan het kijken. Is dat dan juist ook je kracht, dat regionale? Want in Leiden begonnen, in Den Haag. Waarom ben je in de tijd in Den Haag begonnen? Nou, ik heb hier ook gewoond. Ik heb hier op school gezeten. Ik ken hier wat mensen. En Den Haag had niet zo'n stadsglossy. Er waren wel wat businessbladen. Maar ik wilde echt een blad maken voor een zo breed mogelijke groep. Het moet overal liggen. Elke wachtkamer moet liggen, hotels enzovoort. En voor iedereen moet er iets in staan. Als jij 1 artikel leest in het blad, ben ik al blij. Ja. Er moet 1 ding in staan waar je zegt, daar heb ik wat aan. Nou ja, er staan veel meer artikelen in dat blad die interessant zijn. Dus dat lukt je wel. Maar nu in Utrecht dan? In Utrecht hebben ze ook nog niet zo'n blad? Nee. Een van de weinige steden, want je hebt heel veel volume nodig. Hè? In Utrecht wonen bijna 800.000 mensen. Je hebt heel veel mensen nodig. In de regio dan? Ja, dus de regio. Het is ook Den Haag in de regio, Leiden in de regio, Utrecht in de regio. Wonen 800.000 mensen, 35.000 bedrijven. Dus je hebt heel veel massa nodig om zo'n blad te kunnen maken. Maar Utrecht heeft niet zo'n blad. En ik heb het al een paar keer meegemaakt. Als ik het niet nu doe, dan is er volgend jaar iemand anders die daar toch induikt. En het geeft ook schaalvergroting. Hè. Ik heb nu ook adverteerders die zeggen, hey, nou heb je een interessant gebied. 2,1 miljoen mensen aan inwoners. Ik ga aan alle 3 de bladen. Dus er zit een commerciële achtergrond. Wat wordt dan de volgende? Heb je nog ambitie? Nee, Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam? Nee, dit is het. Nee, Eindhoven heeft ook een blad. Verkopen. Het blad in Eindhoven blad Frits. Heet Frits. Ja, met een uitroepteken erachter zelf, geloof ik. Doet het ook goed. Ja. In Maastricht hebben ze Chapeau. Naar meneer Frits, hoor. Ja, Frits Philips was dat. En de noordelijke provincies hebben een blad. Zwolle heeft een blad. Zeeland heeft een blad. Dus Nederland is aardig dichter. Dus hierna ben je klaar? Of er moet een ander omvallen? Nou, hierna moet ik zorgen dat we met goede teams dat blad op een nog hoger level tillen. Want stilzitten, ik hoorde het jou net ook zeggen, stilzitten is geen optie. Je moet voortdurend, anders word je old-fashioned. En ik geloof nog wel in een papieren uitgave. Hè. Zolang er geen iPad is op dit formaat, op dit dubbele formaat, geloof ik wel dat mensen dit graag inbladeren. Dat papier nog wel even blijven staan.